Welkom bij Doe het zelf ideeën. Vandaag ga ik zelf een weefbord maken voor loombandjes. Het is eigenlijk heel eenvoudig en ontzettend veel goedkoper dan er eentje kopen. Dus kijk even mee en dan maak je zelf je weefbord. Wat heb je nodig? Je hebt een houten plankje nodig. Dat van mij is 25 cm op een 9 cm groot. Dat moet geen bepaalde houtsoort zijn. Misschien heb je nog wel ergens een restje staan en anders vind je het bij de doe-het-zelf-winkel. Je hebt ook krammen nodig. Die van mij zijn 2,5 op 25 mm. Eigenlijk zijn het gewoon omgeplooide nagels. Dan heb je nog een potlood nodig, een hamer. En ik heb wat washi tape voor de versiering. Ik maak eerst markeringen op mijn plank. De eerste op 1 cm en dan elke 2 cm nog een markering. Dat ga ik in het midden nog eens doen. En onderaan ook nog een keer. Ik heb dus overal markeringen gezet. Telkens op 2 cm afstand van elkaar. En bij elke markering ga ik een kram in het hout slaan. Je gaat dus bij elke markering doen. Mijn eerste rij is klaar. Nu de tweede rij nog. En nu de laatste nog. Mijn weefbord is al klaar. En daar kan je dan nu je loombandjes rond doen. Ik ga het wel nog versieren met wat washi tape. Nu is het helemaal af. Misschien wil je het zelf wel uitproberen. Heel erg handig als je loombandjes gekregen hebt, maar geen weefbord hebt. Het kost niet veel en het gaat heel snel. Like de video als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal en tot volgende keer!